Uh, Brian, aanvoerder van uh, Daal of uh, uh, terecht in de uh, overwinning denk ik hè? Ja, aangezien de kansen denk ik wel. Uh, eerste helft waren we niet zo groot. Um, vooral aan de bal, um, te veel ja, lange bal gedaan, dat is minder groot. En dat zorgt toch wel dat hun veel beter voetbal de Leonie daar staan. Uh, hadden we ook geen handel op, want ze hadden steeds een mannetje vrij. Maar de tweede helft hebben we dat wel rechtgezet en de Russen hebben het goed opnieuw goed neergezet. We hebben de spits eigenlijk, um, laten metjagen op, op hun het uh, yeah, in middenveld, dat ik constant de bal kreeg en dat was de oplossing. Ja, ja, wat uh, duidelijk uh, te zien dat René de tweede helft het uh, duidelijk in handen pakte. Uh, wat vond je van de scheidsrechter? Um, ja, gewoon, kieken, de scheidsrechter beslist altijd. En dan zien altijd discutabele momenten. En ja, uh, de ene keer krijg je ze met de andere keer krijgt je ze niet met. Zo simpel is het. Dus jammer. Maar we hebben wel gewonnen, dat is het belangrijkste. Precies, ja. En hoe voor het kampioenschap? Altijd voor het kampioenschap. Altijd, ja. Wie zit de uh, komende weken eruit bij je? Uh, Vorige week ijzer, dat is een moeilijk. We hadden voor uh, stond 2-0 in de ruis achter. We hebben de tonnen gepakt, daar we gewonnen. Dus uh, ja, goed volle tegenaan En dan uh, kregen we een paar tegenstanders die je meer onderhands Maar dat betekent niet of we dan niet alles moeten geven. We moeten gewoon altijd alles geven. En ze winnen van niet. Dankjewel, veel succes. Dankjewel.